kritischer wordt in het regime. Dat men blijft hameren op die mensenrechten. Dat men blijft hameren op bijvoorbeeld wat er met Chebaya gebeurd is. Dat daar tot het bot wordt gegaan in het onderzoek naar en dat het uitkomt en dat die mensen bestoot voor het gerechtshof komen in de Baristen in Nederland en zo. Dus ik denk dat dat moet blijven een volgehouden inspanning is. Ik krijg nog elke dag berichten uit Oost-Congo. Als je dan ziet hoe dat middenveld, zoals men dat noemt, de sociale organisaties, een hele lijst van mensen die aanklagen, daar zijn wij zo in nooit gevallen, kinderen zijn die verkrachting. Dat wordt dus continu opgevolgd, die informatie bestaat, die is massaal bezig, maar die moet vorm krijgen en die moet met politiek te kunnen terechtkomen. En daar denk ik, ja, dat een Obama bijvoorbeeld wel een rol zou in kunnen spelen. En de jeugd betaalt het inderdaad, maar de jeugd en ik moet België moet er heel bescheiden zijn. Maar ja, is de beste van ons gevolgen. Misschien als Europese secretaris. Ja, maar ik hoor dat in Congo ook zeggen, hè, dat ze allemaal akkoord zijn met wat u zegt. Hè. Maar dan begint de discussie, wat brengt het op, van de relaties te bestoren, zodanig dat je niet meer binnen mag en zo. En ja, dat is een heel ander aspect. Zegt je, nu heeft de vinger op de ondergang. Dus de toekomst. Ik denk dat dat een hele lange adem gaat worden en vooral dat de Congolese zelf kan kunnen profiteren van de rijkdom van de ondergrond. Maar zal China daar niet blijven of in de toekomst meer en meer een belangrijke rol spelen? Zowel misschien politiek naar de toekomst toe als vooruitdaging. Niet alleen China, hè. Voor de dinsdag een opsomming van 10 landen die dat permanente India moet ze maar allemaal op je toren worden, die zitten allemaal proberen een deel van de toekomst te halen. En ja. Ongetwijfeld zal dat ook politieke consequenties hebben. Dus ik denk dat je moet hopen dat de verkiezingen doorgaan, bij alle bedenkingen al in, maar ik denk dat dat ook op termijn een oplossing moet geven. Dat er nieuwe mensen met andere ideeën en die toch goed worden met de bevolking ook zich kandidaat gaan stellen. Er was gisteren het verwijt en de spijt dat nu weer eerst de nationale verkiezingen komen en dan later de gemeenteraadsverkiezingen en terwijl dat het vanavond aan de basis zal moeten gebeuren. Dus waarom hebben ze dat weer omgedraaid? Dat eerst de mensen in hun eigen omgeving, in hun eigen dorpen, zelf de verantwoordelijkheid nemen, zich organiseren. De zaken democratisch regelen en dan pas denk ik dat je stilletjes aan naar de top toe ook een andere mentaliteit krijgt. Maar hij doet er natuurlijk bewust aan de zorg. Hij begint met de nationale verkiezing en hij is al voorbereid, want hij heeft vast een hele grote tour gemaakt in de Congo. En dat is allemaal opgesomd wat hij aan het realiseren is. Dus zelfs als wij hebben ook. Democratisch, dat is een mooi woord, hè? Dat wil ook een mooi woord. Ja. Dat is een andere, het is toch wel een andere. Een praktische vraag. Wie levert de hout aan en die verf en het bouwmateriaal die je bouwt? Dat zijn de geldmateriaal. Maar van wat komt dat dan? Maar alles is in die schone schaalde planken en al die er was. Als zij het niet hebben met zo'n regenwoud, dan zal niet komen. Ja, maar ja. Ja, er is toch wel factory ergens. Ja. Maar er zijn ook stil, maar het ontbreekt niet aan know-how, want wij stellen ons daar misschien nog voor. Daar zijn mensen die daar zijn de universitairen ondertussen in massa, hè, maar die mensen moeten de kansen krijgen. En dat is het drama. Dat het gros van de dokters zit in Zuid-Afrika. Dat was wat een bevoorrechte Chapman. Dat is de discussie die ik er al bij heb en dat ik stilletjes aan eisen zijn van verstandspak, ik begin wat duurder met een groeiwerf in plaats van de Chinezen. Maar ja, dan zitten ze boven het budget, dan wij stellen op dat de limiet. Alleen dat is dus heel moeilijk. En zij moeten het eigenlijk. Ik kan van hier aan ons niet zeggen van, hier werk moet ik hebben stellen. Dat is vertrouwen dat je verkeerd. En dat hangt dan een stuk af van onze logistiek, die project voorbereidt. En op dat vlak ben ik dan heel optimistisch, want wij hadden een heel veel logistiek die 3 jaar gedaan heeft, maar die vooral zich geconcentreerd heeft op informatica en de mensen opleiden met informatica. Want dat is ook belangrijk. Maar die niet in de field kwam. Die ging niet naar de projecten toe. Nu hebben we iemand, een Fransman, die al 3 jaar daarvoor bij ons logistiek was. En daar krijg ik nu continu mails van. En dat is heel concreet. Die heeft 3 jaar zelf bij een ander meegewerkt. Die zonnepanelen installeren. Die heeft dat zelf gedaan. Die is de man van de praktijk. En die gaat wel weten wat goed en niet goed is. Dus ik hoop dat hij
verder motivatie van mensen. Dus op dat vlak ben ik wel optimistischer naar de toekomst. Ja, dat materiaal, je kunt daar een deur kopen van, bij manier van spreken, 200 euro, maar je hebt er ook van 500 en je hebt er 1.000. En dat is gelijk hier ook. En die van 200, daar zitten de paneeltjes zo in te wiegelen en dan moet je bij een houtje zo vastkopen en zo. Sorry, maar daar kan ik niks aan doen. Hè. En voor hen is dat zeker niet. Dat nu maar allemaal of niet, dat kan maar een goede deur. Maar op termijn is dat niet goed. Want dan moeten we binnen 5 jaar nog terugkomen voor wederbouw en dat is een bedoeling. Dus je kunt beter wat meer investeren. Maar ook maar van eerlijk gezegd. Want de aanlevering van al die producten van geld is voor de Vichassa is ook een industriële centrum. Dat was een grotere handel. Daar zijn kleine, daar zijn ateliers, daar zijn gebieden gemaakt aan de straat waar je het kunt zien. Daar heb je alles in staan. En in het droog seizoen staan die daar 3 maanden. Langs de straat staat dat er vol sofa's en staat dat er vol bedden en zo. Dat is heel leuk. Dus alles is het is een heel, ja, ik heb dat van die dag ook gezegd. Misschien kan ik daarmee afkomen, dus dat is dat. Ja, het is een heel complex land, het is nog groter dan Congo. Maar ik heb het gevoel, als ik het zo een paar keer geweest heb, daar ziet jij een gedreven bevolking die het gevoel heeft van we gaan vooruit. En daar gaan ze in de praktijk op vooruit. Een bepaalde klasse gaat vooruit. Anderzijds is de Congo daar ook niet aan het groeien. Want wij vinden daar nog altijd de meest beleefde patiënten van heel de wereld. Dat spreekt over 10.000. Dus dat is ook zo'n duale samenleving. Maar ik vind dat daar toch wel meer, allee, dat is meer hoofd. Voorkomen vind ik het wel van een gepond om hoofd te hebben. Maar ik ga uit van het principe dat je hoofd moet blijven hebben. Anders, als iedereen bij de pakken gaat blijven zitten, ja. Als je bij de Congolese geweest bent en je ziet dat ze toch nog de levenskracht hebben, ondanks de moeilijkheden, dan wie zijn wij dan om te zeggen dat het is ongeloos. Nee, zij zullen het bepalen of het ongeloos of niet. Zij zullen het termijn moeten zorgen voor politieke verandering, hoe dan ook, denk ik. Wij kunnen maar een druppeltje in de oceaan gooien en ons troosten met het idee, voor die mensen hebben wij het iets menswaardig gemaakt. Dat is alle ambitie dat ik heb. Dat is alles. Dat is niet vreselijk. Als ik dan als dat is alles. Dat er al politieke invoering daarvan komt. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat niet persoonlijk. Ik hoor dat op het hoogste niveau is dat dan nog eens gemerkt. Nee, maar ik kan ervan uit, ik heb ook altijd heel mooie idealen gehad. Ik denk dat met iedereen wel iemand is. Ik heb ook altijd, en onze 68ers en zo, die zullen dat herkennen, structuren veranderen en mensen moeten zich organiseren en dat is allemaal juist. En daar kun je heel je leven over discussiëren, heb ik, dat jij er straks mooi hebt gezegd. Ik denk dat op een bepaald moment zoiets hebt van, dat het zit, ik ga toch proberen iets concreets te realiseren. Ik weet dat de mensen er echt iets aan hebben, want daar hebben we wel meer mogelijkheden dan zij. En dan gaan wij naar de echte minste van de minste, want beta-patiënten, tuberculose-patiënten, dat zijn effectief de minste van de minste. Want als worden die ziek, als jij genoeg te eten hebt en je beest hebt, dan krijg je geen leven, dan krijg je geen tuberculose. Dus dit is echt een bevolkingsgroep die aan de rand leeft en als we daar kunnen.